Het auditorium van de Technische Universiteit in Eindhoven stroomde maandagmiddag aardig vol. Allemaal studenten in spe die staan te trappelen om te beginnen aan een nieuw tijdperk in hun leven. Vaak kennen ze op de eerste dag nog niemand. Eigenlijk als enige van heel mijn oude school hier. Iets spannend? Pas wel, ja. Ja, daar gaat het vooral om mensen leren kennen, denk ik. Ja, ik vind het spannend, ook wel leuk. Ja, ik kom al uit Eindhoven, dus het scheelt al een hoop. Ik ken hier al een hoop. Ja, ik heb wel zin in. Ja, ik vind het best spannend. Ik heb verder, mijn vrienden gaan allemaal wat anders doen, dus ik ben een beetje alleen, man. Dus je zit alleen in een groepje? Ja, maar ik laat het gewoon over me heen komen, dus. In totaal hebben zo'n 1100 studenten zich aangemeld voor de TU in Eindhoven. Dat is minder dan voorgaande jaren. We zijn iets gedaald in het aantal inschrijvingen, maar dat is wel zo. Dat is een trend wat je over alle drie de TU's ziet. Dus ik denk dat het gewoon is dat beta, wat heel jammer is, gewoon steeds minder aantrekt. En dat is iets wat wij ook hier terugzien. En het beta-thema, komt dat ook echt terug in de introductie? Ja, min of meer. Ze gaan maandag en dinsdag gaan ze vooral langs bij hun eigen faculteit. Dus daar maken ze kennis met aspecten van de studie. Krijgen ze daar meer over te horen. Dus daar zit het wel in. En bij de beta-studies zijn altijd verdacht weinig dames. Vind je dat vervelend? Dus, ja, dat is jammer. Ja. Buiten je studie omzoeken dan, hè? Ja, op het moment niet zo erg. Ik ga het toch een vriendin. Dus. Ja, dat is toch wel jammer, ja. Ja, dat is wel jammer, maar ja, ik denk in Eindhoven zijn wel ook op andere plekken dames. Ja, industrie ontwerp is nog een van de meeste dames, dus dat komt toch goed. Je bent een van de weinige dames hier. Ja, dat klopt. Iets spannend? Ja, een beetje, ja. Vooral omdat ik niemand hier ken. Ik kom echt helemaal een eind weg. Waar woon je nu? Nou, ik ben net verhuisd hier naartoe, maar ik kom uit Twente. Dus, Maar je bent wel al op kamers? Ja. Ik ben, afgelopen vrijdag ben ik in mijn kamer getrokken. En hoe zie je studententijd tegemoet? Is dat zuipen en lol maken of is het vooral ook serieus aan de studie? Nou, een lolletje op de tijd moet natuurlijk kunnen, maar ik ben wel van plan om zo snel mogelijk een graad te halen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Nee, ik heb geen doel. We zien wel gewoon wat er van komt. De introductie duurt nog tot en met vrijdag.